de najaarsvergadering van de NOV. Een bijzonder welkom aan onze ereleden, de heer Saat en Schallers, en onze lid van verdiensten, de heer Van Kersbergen. Dames en heren, ik zeg het iedere ledenvergadering. Het bestuur streeft 3 verenigingsdoelstellingen na. Te weten, het bevorderen van onderlinge contacten tussen ondernemers, het bevorderen van de economische bedrijvigheid in Noordwijk en het behartigen van de belangen van de NOV-leden richting met name diverse overheden. Dames en heren, u begrijpt dat ik nu wel met trots de voorzitterschap straks kan overdragen. Haar kandidaat-voorzitter aan u voor, de heer Kees van Wijk. Durft er nog iemand tegen te stemmen? Niemand. Arjen zei, dat gaf hij denk ik net wel aan, dat ik het geheel op mijn eigen wijze moest invullen. Maar één ding gaf hij me wel mee, niet te lang praten bij de NOV-bijeenkomsten. Ik wens iedereen tenslotte een genoegelijke avond en ik dank u wel. Ik geef het woord. Arjen en Tom. Wij hebben een gemeente als bestuur om een cadeautje voor je te mogen aanschaffen. Mag ik hem openmaken? Je mag hem openmaken. Het is het staat symbool voor Noordwijk. Fantastisch, ja. Dankjewel. Onze vuurtoren. Arjan, ik prijs je om je samenwerkingsgerichte, maar soms ook kritische houding richting de gemeente, als dat nodig is. Je gave, keurige en soms ook messcherpe brieven te schrijven. Je bindende vermogen binnen en buiten de NOV, ook in de regio, en enorme uitbouw qua ledenaantal. De Noordwijkse ondernemers mogen jou dankbaar zijn dat je jouw kwaliteiten volstrekt belangeloos op deze wijze jarenlang hebt ingezet voor een positief ondernemersklimaat. Is dat een beetje bukken? Ja, okay. Van dit hele mooie dorp heb ik je leren kennen als een gedreven man die de handen uit de mouwen steekt en het best bereikt om te praten en nog eens te praten over hoe het allemaal zou kunnen worden georganiseerd, maar uiteindelijk moet er een knoop worden doorgehakt, doorpakken en uitvoeren. Dat is jouw motto. Er is altijd dat gemeenschappelijke belang van het verleiden en winnen van de klant. En misschien voor Noordwijk om lastig te verteren. Als het dan niet rechtsom kan, dan moet je ook maar eens een keer linksom. Nadat je dus bestuurslid gewoon van de Noordwijkse Ondernemersvereniging, een prachtige club, en na penningmeester te zijn geweest, werd je in 2004 voorzitter. En onder jouw voorzitterschap is een aantal zaken structureel verbeterd. En vooral dat laatste is dus het allerbelangrijkste. Daar heb je gewoon enorm veel werk van gemaakt. Dat heb je hartstikke goed gedaan. Want door je activiteiten heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevordering, dus van toerisme in zijn geheel en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Dat was het gemeenschappelijke belang. In 2006 is de eerste editie van het Noordwijk Kerstdorp en Zee gerealiseerd. Eigenlijk een overkoepelende paraplu voor alles wat zich gedurende deze feestmaand nu weer. Zoals de aankomst van de kerstman in het Winterplein is helaas niet meer aan de orde. Maar wel natuurlijk de kerstrun en straks ook natuurlijk allerlei andere mooie activiteiten. Jaarlijks is het aantal activiteiten groeiend en ja, dan merk je dus op een gegeven moment dat je vorm hebt gegeven aan een dorp vol plezier en vertier. Laat ik samenvatten dat je niet alleen zeg maar de Noordwijkers hebt overtuigd van je inzet en de bijdrage die je hebt geleverd en de meerwaarde die je hebt geleverd aan onze gemeenschap. En zeker ook datgene wat je straks nog gaat doen voor die Noordwijkse gemeenschap in ja, de functie van Noordwijk Marketing, want dat laat je niet los. Het is om die reden, allemaal bij elkaar, dat Hare Majesteit heeft behaagd om je te benoemen tot ridder in de Orde van de Nassau.
beste nieuws is, ik houd heel kort. Dus ik heb het voorrecht om in ieder geval jou te bedanken, ook namens alle mensen die van de kerst houden, en te melden dat de bar open is. Thank you.